Ik heb gewoon echt nog niks gegeten vandaag. Ik heb... Goedemorgen. Oh, mijn telefoon gaat gelijk. Met Natasja? Ja, hi. Ja, ik zag je volgens mij net rijden in een grijze auto. Ik nog zwaaien van, ik loop hier. Ik denk misschien... Ja, ik ben net weer binnen. Ja, ik zag ook een lopen inderdaad. Oké, ik ga open doen. Doeg. Nou, ik heb dus echt een hele slechte nacht gehad. En dit was een agent die voor het sporenonderzoek komt. En ik heb Sarah net heel snel bij Lola gebracht. Ik ga het Frozen 2 kijken, want ik heb het haar in ieder geval niet verteld. Ik heb nog heel veel mensen die verteld, maar ik ben echt gewoon zo moe. Er is eigenlijk heel weinig te doen. Ook omdat ze niet binnen, maar dan gaan ze wel de sporen, die gaan dan in de database. En als die later te matchen zijn, dan kunnen ze het linken. En dat is eigenlijk het enige. En er is ook een agent nu een buurtonderzoek aan het doen. Dus we gaan het zien. Forensische dienst staat elk moment voor de deur. Dus ik ga even... Jeetje, wat een dag. Het zie ik eruit. Echt zo slecht geslapen en dat valt me best wel aanzien. Ik heb heel veel telefoontjes gepleegd. En mensen op de hoogte gesteld. Ik weet niet meer of ik dingen al verteld heb of niet. Ik ben even een beetje de draad kwijt vandaag. Ik denk dat dat een beetje komt door het slaapgebrek. En gisteren zat ik helemaal vol adrenaline. Maar dat gaat daarna natuurlijk weer uit je lijf. Dus ik voel me niet heel erg in balans. Maar goed, ik heb net gedoucht. En ik kon er echt niet onder vandaan. Eerst wilde ik elke keer niet. En toen ik helemaal onder stond, kon ik er echt niet onder vandaan. En ik ben normaal geen lange doucher. Ook niet heel kort, maar... 5 à 10 minuutjes meestal, ligt eraan hoeveel haast ik heb. En ik heb er echt, denk ik, bijna 3 kwartier onder gestaan. En ik had het wel echt even nodig. Ik voel me wel iets beter in mijn lijf nu. Maar ook, ik had echt geen zin om mijn haar of make-up echt... Dit ziet er niet uit hoe het nu zit. Maar ik heb er gewoon even geen zin in. Ook geen zin in make-up. Ik voel me gewoon te moe. Ik heb echt verder, behalve alle telefoontjes, heb ik gewoon niks gedaan. Nee, ik heb de kattenbak gedaan. Want dat... Moet gewoon elke dag. En verder heb ik echt niks gedaan. En ik drink nog even mijn thee op. Die heb ik net gezet. En dan ga ik Sarah weer ophalen. Ja. Ik ben dus onderweg naar Sarah. En ik bedenk me opeens. Ik heb gewoon echt nog niks gegeten vandaag. Ik heb 2 thee op. En dat was het. En het is volgens mij echt tot 3 uur 's middags. Misschien dat dat ook een beetje meehelpt dat ik me ook niet uit mijn top voel. Dus ik ga er ophalen en dan moet ik echt even wat gaan eten. Oh, de waterkoker staat nog aan, maar ik weet ondertussen dat jullie me dan toch nog wel horen. Oh, ik heb de cellen gaan ophalen. En toen naar huis. Toen hebben Marco en Bas hier nog even wat dingetjes even gefixt. Want het konijnhof was natuurlijk helemaal ingestort, dus dat is... Wel gemaakt, daar zijn ze een tijd mee bezig geweest en nog meer aanpassingen hebben ze gedaan en een paar snelle reparaties. En ik ben zo moe, want ik heb zo weinig geslapen en ook alle adrenaline gisteren, want ik kon echt niet slapen natuurlijk. Ik was echt klaar en klaar wakker vannacht. En vanochtend echt... Nou, ik denk een half uurtje. Ik heb niet eens gekeken, maar echt niet lang geslapen. En toen natuurlijk heel de tijd wakker geweest. Dus ik dacht, nou, dan ga ik proberen te slapen. Maar ja, dan liep Marco weer in en uit. En dan weer Bas weer in en uit. En Lola was ook hier. Dus ja, Lola wou het spelen. En weer boven. Of die waren boven. Dus ik denk, nou, dan ga ik even op de bank. Nou, werkte ook niet. En heel de tijd bleef ze lopen. Nou, toen lag ik boven. En toen viel ik eindelijk in slaap en toen nou, dan word je weer gestoord of je toch ook wel wil eten. Maar ja, ik had bij de niezen, omdat ik dacht van hé, ik heb nog helemaal niet gegeten, had ik
even een bouillonnetje. Die was kipsoep aan het maken. Die had de bouillon al gemaakt en kip. Dus ik had gewoon één kopje bouillon met kip even op. Die overigens wel echt heel lekker was. En nou, toen werd dat weer gevraagd. Dus ik had toen echt een half uurtje geslapen of zo. Nou, toen zijn we gaan eten en Sarah ligt nu net al in bed. Maar ik moest nog even wat regelen. Dus ik denk, ik zet nu thee. Ik zat te denken, ik kan wel nu naar bed gaan. Maar ik ben gewoon heel bang als ik nu op bed ga liggen. Dat ik dan echt om 4 uur 's nachts of zo gewoon uitgeslapen ben. Want ja, 7:30 is wel echt heel vroeg. Dus dat vind ik ook niet het allerbeste idee. Want dan ben ik helemaal uit mijn ritme. En daar ben ik al echt een talent in. Dus ik denk dat ik gewoon even iets ga opzetten op Netflix. En als ik in slaap val, dan val ik in slaap. En dat ik dan gewoon de wekker om 1:10 zet. Dat ik dan nog even kijk of ik de vlog van gisteren edit of zo. En dat ik dan probeer gewoon om 12:00 weer naar bed te gaan. En dan een beetje een normale nacht heb. Want dan pak ik toch even die extra rust. Maar dan gooi ik mezelf niet helemaal uit mijn ritme. Dus ik denk dat dat het allerbeste plan is. En ik heb vandaag ook echt gewoon verder niks gedaan. Echt. Ik probeerde de verzekering te bellen, maar die is dicht. Dan had je alleen een spoednummer. Maar ja, er zijn geen spoedreparaties. En we hebben nu even gewoon tijdelijke noodoplossingen zelf gedaan. Dus ja, dan ga je ook niet naar zo'n noodnummer bellen. Zomaar haar echt. Echt, ik zie er niet uit vandaag. Ik zou, als ik vandaag boodschappen was gaan doen, dan was niemand in mijn buurt gekomen. Want ja, ik vind, nu valt het nog mee, maar ik ben zo bleek en echt donkere kringen. En heel mijn huid is gewoon grauw en ik heb een hele uitbraak gelijk aan mijn gezicht. Dus ik denk dat ik wel een alle rust had boodschappen kunnen doen. Als ik de energie had gehad. Want ik denk dat niemand in mijn buurt was gekomen. Maar ik denk ook dat ik gelijk naar het ziekenhuis was meegenomen in quarantaine. Want ik zie er niet echt op mijn paasbest uit, zeg maar, vandaag. Nou, heel even kort geslapen, maar ook niet voor lange duur. Dus ik ga maar weer aan de mandarijntjes. Ik heb net nog thee gezet weer. En ik ga daarna denk ik gewoon lekker mijn bed in. Want hopen dat ik daar dan slaap. Maar ik slaap gewoon niet. Waarom weet ik niet. Het is niet dat ik me echt heel bang voel of zo. Ik ben daar ook vannacht natuurlijk gewoon achteraan gaan toen ik het hoorde. Dat je niet eens denken iets of iemand wakker maken, maar gewoon gelijk reageren. Maar that's me. Maar ik weet niet. Ik sta op een soort waakstand of zo. Denk ik. Ik weet nog, toen Sarah de ongeluk had, had ik dat ook. Toen stond ik ook in een soort waakstand. Van kom niet hier in de buurt. Ja, dus ik hoop maar echt dat ik daar wel kan slapen, want ik ben echt verrot. Ik merk echt dat ik me niet echt focus door vermoeidheid en zo. Maar ja, ik hoop dat de vitamintjes ook een beetje helpen. Na een thee even rustig te worden en dan ga ik het gewoon proberen. Nou, ik ga het nogmaals proberen. Ik wil je nog wel snel even bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, abonneer hieronder. Ik hoop dat het toch nog wel een klein beetje een leuke vlog was. En ik hoop je morgen weer te zien. Doei doei.